Wat voor gevoel stond je op vanmorgen? Nou, een combinatie van enerzijds blijdschap en anderzijds neem ik het gewoon heel serieus. Enorme verantwoordelijkheid die op ons rust. Ja, maar is het ook zo met die verantwoordelijkheid dat je bereid bent om met andere partijen samen te werken? Absoluut, hebben we altijd gezegd. Dus wij zijn heel duidelijk over wat wij willen. En tegelijkertijd realiseren we ons dat in Nederland, coalitieland, je zult moeten onderhandelen. De uil van Minerva spreidt zijn vleugels bij het vallen van de avond. Die uil van Minerva, wat bedoel je er nou precies mee? De uil van Minerva staat voor de wijsheid, de kennis, het inzicht. Ja. Want als de uil opstijgt, dan krijg je als het ware een overview. Dan zie je wat er gaande is. Dus de wijsheid komt tot ons. Ja, maar er stond een sfeer rondom die speech. Je gaf heel erg af op universiteiten, op de NPO. Het was wel allemaal, alles werd even samengebald. Nou, nee, ik denk dat we onze visie hebben laten zien. En volgens mij is dat een hele optimistische visie, maar wel een hele kritische.